crosshebber Simon Steentjes. Voor lichte voren hebben Sven Wevers en Rian Boormeester. Voor de lastmens hebben Milan Overink. Voor SV Unitas Assen hebben Kian de Jong. Voor de thuisvereniging van SC Putten hebben Jelte Jochems. Voor CNT Raalt en denk de topfavoriet Boni Bakker. En de wijrijders Ben De Heus. Succes! PP afstapt en komt niet zo van het thuis. Een hele goede stap in de hele dag al. Jelte Jochem. Hij zit aan de buitenkant. Inderdaad, het is Boni Bakker die de hoofd shot pakt. Hij neemt wel Jelte Jochem met zich mee. En waar staat die andere man die de halve finale doet? Waar is dan Ben De Heus? Hij zegt, kijk hier naartoe komen. Hup, ze weer. Ben De Heus op nummer 3. En Boni Bakker heeft het aan het haar buiten binnen. Hij heeft een hele knappe man daar van het thuis. Een hele graag Jelte Jochem. En hij zet hem zo ernaast. En dan zit natuurlijk Boni Bakker aan de binnenkant. Maar kan Jelte Jochem nog een keer proberen? Hij probeert buiten binnen. Nee, 10 kanaal wacht snel door Boni Bakker. Gelijk nog overwinning mee te gaan en 7 keer halen. Dan moet Jelte Jochem genoeg nemen met positie nummer 2.